Goedemiddag vanuit Asten op deze 15e juli en ben in Loverbos. Kijken hoe het erbij staat. En ze hebben stenen gestort op al die doorgangen die ze hadden gegraven. Kijk, overal waar die stenen liggen, daar zijn die buizen geplaatst. Of hoe heet die dingen? Waar het water wordt gereguleerd. Nou, toch altijd heel benieuwd hoe het eindproduct gaat worden. Kijk, de deuren zijn geplaatst. Grijze deuren. Het jongetje heb ik al gewaarschuwd dat hij moet uitkijken hier. Hier zie je het meest dat ze hard gewerkt hebben. Een paar weken geleden werden de rioleringen aangelegd en alle ondergrondse leidingen. En nu is het al helemaal geëffend. Die tussenruimte is nu ook volgebouwd. Dat hoort bij dit huis. Ik zal het even andersom doen. Bij dit huis hoort dus... Ja, wat wordt het, hè? Dit gedeelte. Hoewel ze steeds wel aan het werk zijn, zie je toch weinig vooruitgang. Ik ben even bij die huizen die al een hele tijd klaar zijn door het gangetje gegaan. Eén tuin zag er schitterend uit, even met die meneer gesproken. Maar ja, in verband met de privacy maak ik daar straks alleen even een foto van. Er is dus één mooie tuin. Wat ik tot nu toe heb gezien. Een beetje gluren bij de buren, hè? Dus de volgende deur links is die mooie tuin. Daar maak ik een foto. Deze hoek waar die mooie tuin is. Al deze bloemen horen daar ook bij. Die man heeft er echt werk van gemaakt. Het is nummer 48. Prachtig. Zo mooi als deze voortuin is, is ook zijn achtertuin.